Je haat je leven. Je baas heeft je weer een opdracht gegeven. Met arrays. Je bent klaar om over te stappen naar Python. Of JavaScript. Zelfs COBOL lijkt nu aantrekkelijker dan de opdracht die je te wachten staat. Ben je ook arrays kotsbeu? Die dingen waar je bij de start best al weet hoe groot ze moeten zijn. Om nog maar te zwijgen wat je moet doen als met één element moet groeien. Of wat dacht je van een element ervan tussenuit halen? Ellende, ellende, ellende. Wel, dan heb ik goed nieuws voor je. Introducing lists. De arrays on steroids. Lists zijn de revolutionaire oplossing voor alle programmeurs die arrays echt nodig hebben, maar liever een colonoscopie ondergaan dan voor de zoveelste keer het derde element uit de array te halen en vooraan een nieuw element te zetten. Het gaat zomaar door. Lists. Arrays on steroids. De prijs? Eén kleine namespace bovenaan toevoegen. Dat is alles. Lists. It's fantastic.